Mijn broer is al anderhalve kilometer te pletter gevallen omdat Ludo zijn parachute ontklaar had laten maken. Dat weet je toch niet zeker? Laat het politieonderzoek naar uitwijzen. Ach, houd toch op! Ludo zal er alles aan doen om te zorgen dat hij geen sporen achterlaat. Wat wil je dan doen? Ludo zelf aanpakken? Desnoods. Terwijl je niet eens 100% zeker weet dat hij het gedaan heeft. Dat ben ik wel. Als jij er nog steeds hetzelfde over denkt, wat doe je hier dan? Omdat wat ik van je vader denk losstaat van ons. Voor mij niet. Ik wil dat je weggaat. Ben jij al verhoord? Nee, nog niet. Dit ga je niet tegen de politie zeggen, toch? Nou, als ze het met vragen, dan ga ik het niet ontkennen. Hoe durf je? Ik dacht dat je een vriendin was. Maar je weet helemaal niet wat hij mij heeft geflikt. Dat interesseert me ook helemaal niet. Hij heeft misbruik van mij gemaakt terwijl ik ziek was. Hij heeft me wekenlang thuis opgesloten. Iedereen bij me weggehouden. Ik denk zelfs dat hij me vergiftigd heeft. Ik had wel dood kunnen zijn. Het is omdat Jeff me nog heeft gevonden. Maar ja, toen had hij het hotel natuurlijk al op zijn naam gezet. Ik ben alles kwijtgeraakt, Bianca. Alles. En jij bent de enige die het me terug kan geven. Ja, maar je wilt toch niet met iemand getrouwd zijn die zich gedraagt als een slappeling? Ik wil helemaal niet meer met jou getrouwd zijn. Dat meen jij toch hopelijk niet? Dat meen ik wel. Als jij niet kan opbrengen om mijn vader te steunen, dan hoef ik je nooit meer te zien. Ik begrijp ook dat jij een nog grotere hekel aan hem had dan ik eigenlijk dacht. En dat het jou eigenlijk heel goed uitkomt dat hij er niet meer is. Nou, helemaal niet, want het is heel veel moeilijker om nu de Roosboom weer terug te krijgen. Jij had wel een heel groot motief. Wat zeg je nou eigenlijk? Zeg je nou dat ik Mike heb vermoord? Denk niet dat je hiermee wegkomt. En nu opdonderen. Oké, zusje, ik wil ook liever geloven dat het niet waar is. Maar Ludo heeft gezegd dat hij het voor je zou oplossen. Omdat je bang bent voor mij, dat wilde hij niet meer. Daar bedoelde hij mee dat hij er lege advocaten op ging zetten. Weet je dat zeker? Ja. Zo zeker dat je Nola erom zou durven verwedden? Houd toch op, ik ga toch niet om mijn eigen kind wedden? Ik weet zeker dat je zelf ook bang bent... Helemaal niet! Het zou kunnen dat je gelijk hebt. Wat Ludo betreft. Ik hoop het natuurlijk nog steeds van niet, maar... Het kan ook Lorena geweest zijn. Don't expect